Gefeliciteerd, Jong Sparta wint vandaag met 2-1 van Kozakken Boys. Ja, was dit een terechte overwinning? Ja, denk het wel. Als je kijkt naar de balbezitpercentage, dan zou dat heel duidelijk zijn dat we daarin de bovenhand hadden. En ook in kansen en mogelijkheden waren we ver weg bovenliggend. Dus hadden we de wedstrijd eerder wel op slot kunnen gooien. Maar al met al, als je het hebt over de overwinning, dan is die terecht. Ja. Want als je inderdaad kijkt naar de eerste helft, daarin gaan jullie maar met een 1-0 voorsprong de rust in. Maar had het niet gek geweest als het ook gewoon 3 of 4-0 was geweest. Had je dat in de rust ook verteld tegen je spelers tot ze het eigen wedstrijd op slot hadden moeten gooien bij de rust? Ja, ik hoefde het niet eens te zeggen, want dat hadden ze heel goed zelf door. De jongens zijn over het algemeen heel zelfkritisch. En die kwamen ook, hij staat toch 1-0 voor, comfortabel eigenlijk. Dus ja, dan is het afwachten hoe komen ze dan de kleedkamer binnen. Maar dan zijn ze toch al heel snel komen ze tot de conclusie dat ze verder hadden moeten uitlopen. En ik heb dat nog wel benadrukt dat we daar wat meer kwaliteit moeten brengen om snel die wedstrijd te beslissen. Want dan wordt het een comfortabele tweede helft. Ja, want in de tweede helft komt Kozakken Boys dan terug tot 1-1. Hebben jullie wel altijd geloofd dat je de 3 punten zou halen vandaag? Ja, ook dat hebben we benoemd. Dus we benoemen dan een aantal scenario's die zouden kunnen gebeuren. Dus je houdt eraan vast met elkaar van, hey, joh, wat gebeurt er dan als er een 1-1 gebeurt? Besef dat we verreweg bovenlicht zijn, dat we makkelijk de vrije man kunnen vinden vandaag. En zet dat ook door. En dat hebben ze uitstekend gedaan. En dan heb je de tweede helft ook verzuimd om na 2, 3, 4, 5, 1 misschien wat te lopen. Ja, dat is de enige smet. Maar ik ben heel tevreden over het spel vandaag. Jullie worden door deze zege 10e in de Jacks League, want het seizoen is nu ook ten einde. Hoe kijk je in zijn totaliteit terug op het seizoen? Ja, we hebben een pittig seizoen gehad, hè, omdat je te maken hebt met de verbouwing van Te Breggen. En het stadion heeft het kunstgras niet meer, dus daar kunnen we ook niet terecht. Dus daar heeft veel gevergd van de jongens om daar oplosmatig over na te denken en daar ook de energie in te stoppen. Daar ben ik heel erg trots op, omdat dat best wel wat haken ogen met zich mee heeft gebracht. En als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gespeeld, we hebben geweldige wedstrijden gespeeld. We hebben wedstrijden waarin we echt niet thuis gaven gespeeld. En dat heeft voor de jongens heel veel leermomenten opgeleverd. En ik denk dat ik wel durf te zeggen dat iedere speler in de selectie van Jong Sparta echt een betere speler is geworden dit seizoen. En dat is te danken vooral aan hunzelf, maar ook aan de geweldige staf die ik om me heen heb. Dus ik ben zeer tevreden over dit seizoen. Wat je al zei, inderdaad, jullie zijn dit seizoen spelen jullie de thuiswedstrijden bij Excelsior Maassluis. Merk je aan de jongens dat zorgde dat ze daar moesten wennen? Dat ze niet meer vast trainen op het stadion, maar op een nieuw complex? Ja, zeker. Maar dat brengt nog veel meer problemen, maar dingen met zich mee, uitdagingen met zich mee, waar we mee moeten dealen. En we proberen dat zo goed mogelijk op te lossen met elkaar, als club en als staf. En uiteindelijk gaat het om, kunnen de jongens dat opbrengen en volhouden? En dat hebben ze zeker gedaan. En eigenlijk heb je, als je naar het spelbeeld gezien vandaag kijkt, dan heb je een show weggegeven van wat we allemaal wel niet geleerd hebben dit jaar. En daar ben ik heel erg trots op. Het. Ga je ze nog terugpakken zometeen? Ja, Jay, jij komt nog aan de beurt. Die zag je niet aankomen, denk ik. Nee, deze was goed gespeeld. Deze was goed gespeeld. Net als vandaag eigenlijk. Precies, nou, dat past wel goed in de wedstrijd. Even terug naar wat er precies gebeurde. Je kreeg dus een douche zo. Maar even terug naar de wedstrijd. Het was een seizoen waarin je zei, waarin jullie heel veel mooie wedstrijden hebben gespeeld. Welke wedstrijd spreekt er voor jou persoonlijk echt bovenuit? Recent nog Katwijk, thuis. Dat was denk ik een topwedstrijd in alle facetten. Voor de druk van hun om een kampioenschap te spelen. En voor ons om te laten zien van, ja, kunnen wij nu mee met dit geweld wat erbij komt kijken. En dat is een wedstrijd die er voor mij even meteen uitspringt. Maar als ik naar vandaag kijk, dan denk ik ook van, ja, dit is wel echt heel volwassen hoe we dingen hebben gedaan. In het verdedigen en omschakelen, maar ook in het aanvallen. En het enige wat je dan vergeet is om die score echt op te laten lopen, zodat je een uitslag neerzet die echt tot verbazing zal spreken. Ja, je hebt ook bekendgemaakt dat je laatste wedstrijd was bij Jong Sparta voor dit seizoen. Je gaat Sparta na 5 jaar verlaten. Ja, hoe kijk je terug op 5 jaar Sparta? Prachtig, geweldig, geweldige ervaring. Ik ben heel veel vrienden gemaakt en relaties opgebouwd en zoveel geleerd de afgelopen 5 jaar van verschillende trainers in verschillende posities. Dus het heeft me echt veel rijker gemaakt dan dat ik was. En niet alleen, vooral op basis van vriendschappen en ervaring. En dus ik kan alleen maar terugkijken op een geweldige periode
Bij een club die fantastisch is. Sparta is, ik mag mezelf bijna Spartaan noemen na 5 jaar, maar dat is wel heel erg waardevol, moet ik zeggen. Precies, inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk de beslissing veel eerder genomen dan dat vandaag naar buiten komt. Heb je daar nog extra genoten van vandaag? Zeker, zeker. Weet ook wat die jongens je dan teruggeven. En dat maakt je gewoon heel erg blij. Omdat je ook de waardering voelt vanuit die gasten. Dat ze toch nog 1 keer gas wilden geven. Want als je kijkt naar ranglijst, is er niks om voor te spelen. Als je kijkt naar... jongens weten grotendeels al wat er volgend jaar met hun gaat gebeuren. Dus wat dat betreft zit er ook niet echt spanning op. Maar het gaat hem vooral op van... Kunnen ze nog 1 keer opbrengen om deze wedstrijd mee te nemen op vakantie? Want dit is waar iedereen... Dit blijft hangen. En dat hebben ze goed gedaan. En dat gemiet tussen jou en de spelers goed is, dat laat denk ik ook deze douche naar tijdens het interview wel zien. Ja, zeker. Deze heb ik nog niet eerder gehad. Dit seizoen, gelukkig. Dus, maar ook deze had ik wel ingecalculeerd, want ik heb wel een schone polo mee. Dus ik kan voor mij niet. Je kan mij niet zeggen dat ik niet voorbereid ben. Nou, dat komt er mooi uit. Geniet van je vakantie en succes in de verdere verloop van je trainingscarrière. Dankjewel, Sven. Jij ook bedankt.